We hadden al vastgesteld dat het een neobovloer was. Die gaan we zo meteen wat beter bekijken. Maar als we hier toch wat verder in de kruipruimte zijn, dan kijken we als eerste natuurlijk even naar de riolering. Nou, we zien hier een mooie PVC-riolering. Die hangt keurig netjes op aan de funderingsbalk. Is goed op afschot. Er zijn eigenlijk geen bijzonderheden op aan te merken. Dat hele spul, dat lijkt vernieuwd. Wat we wel zien is allemaal losse bekabeling natuurlijk, wat hier ligt. Keukengroepen en allerlei groepen zijn opnieuw aangelegd. Ja, dit zou wel beter zijn om dat in een gootje of netjes te beugelen of op een andere manier netjes weg te werken. Dus dat heeft wel wat aandacht nodig. Het overige pijpmateriaal van de cv en waterleidingen. Nou, je hoort het al wat er gebeurt als ik hier dit doe. Dat is allemaal onvoldoende gebeugeld, dat hangt een beetje los en dat zou dan kunnen als je gebruik maakt van je water of van je cv, dat je klapperende geluiden in de woning gaat vernemen. Dus daar gaan we ook een opmerking over maken. Voor de rest, de kruipruimte die is keurig droog, goed geventileerd. Daar is niks op aan te merken. We liggen hier ook op een zandbed, helemaal spik en span droog. Nou, dat is in ieder geval heel positief voor de Nehobo-vloer die we hier boven ons hebben. En ja, voor zover ik hier kan zien, hè, de onderzijde van de vloer is ook droog. Dat is als eerste erg belangrijk, want bij elke voeg, achter elke voeg, daar ligt een wapeningstaaf. En als die wapeningstaaf gaat roesten, dan krijg je dus een probleem. En daarom is het zo belangrijk dat die ruimtes goed ventileren en goed droog zijn. Nou, dus alle omstandigheden zijn hier prima. Ja, elke Nehobo-vloer, dat vinden wij een risicovloer. Maar als de omstandigheden goed zijn, en zoals ik nu hier kan zien, nou, dat is zo, die zijn goed. Dan zie je ook, als hij wat dichter erop inzoomt, dan zie je eigenlijk in de voegen zie ik geen problemen. Dan kunnen we daar nog die voegen afkloppen om te horen van is er nog losvoegwerk of is toch bijvoorbeeld die wapeningstaaf aan het roesten terwijl we die zien. En dat zou je dan kunnen horen door te kloppen. Nou, we hoeven echt niet 100% van de voegen af te kloppen, maar een globale indruk op basis ook van een wat ervaring kunnen we hiervan wel zeggen dat deze vloer in deze Nehobo vloer in de goede conditie verkeert. Overigens zie je hier heel goed dat het eigenlijk kleine elementjes zijn. 5 steentjes hoog zien we. En ja, dat zijn de elementen die ze hebben gemetseld en als vloerdelen hebben gebruikt. Hij ligt links en rechts op de funderingsbalken. Het zand wat we hier zien, dat komt gewoon omdat ze dit hebben opgespoten met zand vanaf een flinke afstand. Maar goed, dat zorgt er wel voor dat het alles bij elkaar een goed klimaat is. Dus Nehobo-vloer, maar wat ons betreft geen risico en geen problemen.